Oh, pedal dance is volgens mij special, is niet fysiek. Als het special is, dan... ja, als het special is, is het beter. Petal, ja, het is special. Volgens mij is het de andere aanval. Petal Blizzard volgens mij die juist fysiek is. Ik hoop dat iedereen liever Chlorophyll gebruikt met de zon. I guess. Ja, iedereen gebruikt liever Chlorophyll met de zon. Is dat niet ook een hidden ability, though? Is dan ook weer de vraag. Als ik kijk naar hidden ability... Ik weet niet welke de hidden ability is. Nee, kijk, ik zie je wel. Waarom word je steeds gebeld door de One Piece crew? Sorry, als het PV-nummer staat, dan staat hij duidelijk wie het is, dan ga ik niet opnemen, sorry. Maar waarom word je steeds gepraat door de One Piece crew? Ik begrijp dat niet. Oké, dus Chlorophyll en Own Temple zijn beide normale gaven. Het is Leaf Guard dat zijn hidden ability is. Wat shit is. Jij dit tegen deze fucking PP? Oké. Ja. Ik heb geen idee. Ja, holy shit. Elk Pokémon die, de own tempo gaaf heeft de shit. Ja. Holy shit. Je hebt Snowpen en Snowkin, maar waarom de fuck ga je dan die twee Pokémon's own tempo geven als gaven? Dat is een Smurgle. Ja. I guess Smurgle kan own tempo gebruiken. Maar well, Gastrodon was in. Was daar met de Pulse de NU? Lekker met is die OU. Want ik zei wel als hij weer NU en nou is hij weer PU geworden. Welcome to the Battle Frontier. This is your first visit right this way, sir. You have the first recorder and now with your first recording in the Battle Frontier komen. Battle Frontier. Zo ja, de VS recorder neemt gevecht op, beide in gevallen like. Weet je, mijn vraag is een Pokémon anime. Waarom de fuck is er wel Battle Frontier anime in generatie 3, maar niet in generatie 4? Dan ik guess niemand vond het leuk. I don't know. Dat of Ash won de Battle Frontier, dat mocht niet. Ah, hij mocht niet winnen, dus ja. Dat is won hij de Battle Frontier? Ja. Ja, dat mag niet. Dus de Battle Frontier is denk ik. Ja, het is een ding dat voor de. Dat misschien doen voor livestreams. Als we er zin voor hebben. Maar dit is waar je dus alle goede shit kan kopen naar battles. Wat ik niet ga doen bij de wegen, gewoon lekker rustig cheaten, al die items en TM's. Is dat de enige ding dat ik echt ga doen in deze plek, is gewoon deze, de Frontier Bribes, blablabla, verslaan. Mm-hmm. Voor Bragon Rights. Zeg dat, kijk, ik heb die fuckers verslagen op hun hoogste niveau. En als een beetje het. Oké. En daarna ga je de contests doen? Ja, en dan ga ik de contest doen. Oké. Voor de Bragon Rights. Nou ja, dit is dus... Maar na de Battle Frontier is nog één plek over. Dit is zo'n beetje onze laatste plek om te exploren. Voordat we gaan jagen naar de legendarische Pokémon's. Stark Mountain. Stark Mountain? Tony Stark was hier ook? Fucking hell! Hij owned deze mountain al en hij is op zoek naar deze heat. Want weet je wat, iets fucking bijzonder. Vuur en staal? Dan moet ik wel fucking uitzoeken. Holy fucking shit, wat is deze fucking kerk in Azië? Dat doet lijkt een fucking kasteel of een base. Like een military base. I know, right? Hier is gewoon de leger aan het volgende aanval aan het planet en shit.
Dit is waar de samurai, dat is waar de samurai in zit. Fuck's sake. I know, right? Holy shit, dit ziet er cool uit. Dit is een kerk van alle dingen. Misschien moet je dat gewoon zetten in de stream, gewoon random. Wanneer we het over hebben. Sorry, Danny dit upload. Dus weet je dat er een 3DS emulator is? Werkt het uiteindelijk? Het werkt geloof ik nu. Ik weet niet precies. Ik weet niet of de computer goed genoeg is voor het ook. Nee. Dit zijn je mijn computer neemt. Ik laat het gewoon voor nu zo. Ja, je moet eerst een manier vinden om mijn computer mee te nemen. Oh, dat kon ik gewoon met een auto of zo. Maar dat is niet het ding. Het is meer de. Ik laat het even een beetje langer wachten. Voor de veiligheid. Want je weet, deze shit kunnen sowieso malware of zo erin zitten, dus. Okay. Ah, skip loom. Deze Pokémon sowieso shit sinds het begin. Ik denk dat het goed ding die het heeft is dat ik verschillende status effects. Ik heb maar één keer Jumpluff gebruikt als een Colosseum. Ik heb één keer Jumpluff gebruikt als een Colosseum. Dus ik denk dat het enige goed ding aan is gewoon status effects. Vanwege hoe snel het is kan hij heel veel status effects creëren. Het was een UUBL in generatie 3. Dat is wat ik is. Alleen als een support set, Subseed met Encore en Sleep Powder. En dat is een offensive set, het zwaarder dan Substitute en Lead Sheet en in de power flying. Daar met de pul ging ik gelijk naar Enudo. Lekker wijd ook. Hij werd gebruikt in Uber. Oké, ik moet het zien wel. Wat voor fucking set gebruikt hij in Uber? Support set met Encore, Sleep Powder, Stun Spore, Toxic en U-turn. Was ook gebruikt in VTC 2012. Oh nee, er is nog steeds een nut eraan vanwege al die status. Maar dat is het. Maar ja, waarom zou je ooit een Jumpluff gebruiken? Zo, je hebt Crasher Wake en fucking Scrub, die zes even aan het chatten waren en shit. Maar ik begrijp ze fucking Scrub nog steeds dat Crasher Wake niet zijn fucking master is, of zijn docent. Merk zijn, Crasher Wake moet het wisten leren om zijn Pokémon te moeten evalueren een keer. Nee, dat is fucking Scrub waar we het over hadden. Crasher Wake is een watergym, niet. Hij weet hoe ze Pokémon te evalueren. En Crasher Wake moet like Scrub leren om de Pokémon te evalueren. Ja, yeah, dat moet wel. Holy shit, toch. Dat is je Pokémon 4 in de rest af, oké. Is het je verteld, Het is de Pokémon-wereld. Je bent een oma, vreemdeling komt in je huis en je hield ze als zijn Pokémon gelijk. Dat is het eerste wat ze doen. Deze oma wil je voor altijd laten healen, dus. Nee, maar dat is gewoon, in de Pokémon-wereld kun je gewoon in een random persoons huis zitten, dat is oké. Zo, hier heb je een bug. En hier nog, we ontmoeten hem toen we de eerste keer bij deze plek kwamen. Ja, hij is dus een beetje iets shit aan het doen en we wilden dat we hem gaan helpen in de mountain. En blijkbaar zijn er een paar mensen hier die dingen aan het stelen. Ik zit erop na te denken, maar niemand in de Pokémon-wereld doet de deur op slot. Want iedereen weet dat de hoofdpokémon er niks slechts kan doen. Zelfs in de anime doet niemand de deur op slot. Niemand, de Pokémon-wereld dieven bestaan niet. Ja. De enige dieven die er zijn, zijn Team Rocket, of in dit geval Team Galactic, en die zijn weg dus. Wat is dit genaamd als sleutel? Nooit van gehoord. The world is huge. Pokémon, wat krijgt Pokémon aan met you? De monsters, fucking Garchomp. Dat ik jammer genoeg nu niet kan gebruiken, want hij is level 60. Ah, ze vijper. Ik dacht altijd dat je een evolutie van Arbok was. Ja. Ze vijper is fucking cooler dan de Arbok. Het design is leuk, alleen het Pokémon shit. Het is attack 100, special attack 100, en de rest is shit. HP is 73 en de rest is 60. En dan heeft het voor altijd zo'n rivaliteit met Zangoose, wat ik niet begrijp. I don't know. Maar ja, Sludge Bomb, Earthquake of Flamethrower en Hidden Power Gas, blijft gebruikt.
Hij is een mixed wallbreaker in NU, zoals alles, in generatie 3. Diamond to Pearl, generatie, was die eens een keer in NU gebruikt, een potion die hebben Earthquake, stukken plus Aquatil. Maar ja, het is NU. Plekkenwijs nog steeds NU. En natuurlijk wanneer XY komt, is het BU. Want er zijn veel betere gifs op tokens op dit punt. Ja, er zijn altijd geen betere gifs. Hij zat altijd op de laatste tier. Behalve in... Ja, nee, hij zat altijd in de laatste tier. Want onthoud, BU was alleen een ding in XY en Sun and Moon. Aha. En heb ze ook al natuurlijk nooit tegen de fucking close combat. Ah, Epsilon was een leuke Pokémon. Ja. Voor mijn part is de meest disappointing Pokémon in generatie, like, 3 games. En daarmee is hij fucking cool, en ook in de Mystery Dungeon games. En in de Mystery Dungeon manga. Ja. Het is gewoon, het is duister type in generatie 3, en het is de beste status Physical Attack. Ik haat dat. Waarom zijn ze ook weer fucking tweets in fucking timeline? Hey, kijk, Weezing. Weezing. Hij is volgens mij een goede tank. Weezing. Hij is in NU nu in Sun and Moon. Hij is BU in Sun and Moon en ik wijs die NU. Hij heeft gewoon een hoge base verdedigingsstat en dat is hem. Pain Split, hij kan Plane Split en Will-O-Wisp, zo, het maakt hem van. Nee, hij is altijd in plekken wijs die in NU. En Diamond & Pearl was de UU. En Ruby Sapphire was de UUBL. Generatie 2 en Generatie 1 was de UU. Hij is nooit echt goed geweest. Of misschien een Diamond & Pearl. Je kan het niet eens voor een paar dingen en Ruby Sapphire was die redelijk goed geweest. Nou, weet je het, volgens mij is wel een van die Pokémon die misschien nog voor wat goed kan gebruiken. Want hij heeft wel weer dat tegen versoort Pokémon, wat vaak wordt gebruikt samen met... Kijk, insect. En hij kan ook nog een grondsoortafel ontwijken, weet je? Dus... Dat mag misschien zo zijn. Maar je kan hem makkelijk vermoorden met special attacks. En hij gaat niet veel schade tegen jou doen. Dat is waar, man. Dat is eigenlijk elk fucking, like, muur. Ja, maar je hebt betere tanks. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Er zijn wel betere tanks. Wij zijn snel 50 te kijken. Maar er zijn niet zo goede, volgens mij... muur, fysieke, like, gifmuren. Nee, er is waarschijnlijk een reden voor. Dus dat is eigenlijk zwak tegen psychisch en grond, twee types die vooral worden gebruikt in competitief. Ja. Ja, fucking. Maar ik heb de moeite om te zoeken naar giftypes die gewoon... Ik heb de moeite om te zoeken naar giftypes die al in OU zitten. Amoongus zit in OU. Oh, Amoongus is een giftank. Dus dat is al iemand die het beter doet. Oh, Moongus is een ander fucking verhaal. Fuck die Pokémon. Ja, no wise, fuck die Pokémon. Kut Pokémon. Als ik hier naar kijk. God Border is shit. God Border is volgens mij de ergste, like, gifsoort Pokémon van ze allemaal. Helemaal vanwege de ene gave, Weak Armor. Het is fucking dom. Weak Armor. Ja, Venusaur is natuurlijk een tank, ik meen Venusaur. Dus je hebt al twee gift Pokémon die het beter doen. Diego is een goede. Die heel go heeft een goede special defense en een goede HP stat, I guess. Die kan het al beter. Dat gebeurt er. Het is Dracula! Hij heeft een Dragonite! Hij heeft een Dragonite! Oh no! Ik ben niet bang. Gebruik je Ice Plus heeft de weakness policy, what the fuck? Dat is dus pas uit de generatie 6. Jesus Christ! Dat was Wing Attack. Dat is gewoon, dat is maar Wing Attack. Wing Attack zuigt! I know, right? Truly, the real devil. Woe!
tenminste van één ding af. Holy shit, dat was gevaarlijk. Scollybeat is meer een betonblaster. Er zijn niet echt veel goede grippen. Toxapex is al een betere fucking... Like, een betere... Weezing. Ja... Tentacle heeft ook een goede special... Like, special verdediging en HP stat. Ja, en dus er zijn gewoon betere Pokémon dan Weezing, oké? Okay? Like, holy shit. Ja... Ja, Toxapex is altijd de beste voorbeeld. Fucking... Waar speel je dat? Je hebt Life Orb gekregen, oh no! Ik heb de ware wapen. Ik heb... En onthoud. Ik heb Garchomp. Oh my god! Iedereen is nu dood, gewoon. I know. En ik heb hem in mijn team! Oh no! Voor nu geef ik hem door aan, like, 420 Blazit, want het, hij heeft niet zo'n goede, like... Of nee, laat maar zitten. Geef hem toch aan Rothboy. Hij heeft bijna Leaf Blade tennis. Hij heeft bijna Leaf Blade. Oh. Zo ja. We hebben nu een ware monster in onze handen. Fucking Garchomp. Outrage, Life Orb. Where is your god now? En dan komt die persoon tevoorschijn met like drie fucking Weezings in één veld. Sorry, Weezings? Ik bedoel Wailords. Ik wou dan zeggen, we hebben Weezings. En dan komt die iemand tevoorschijn met like drie fucking Wailords. En ik ben like, oh oké, ik heb verloren nu. Nee, want je hebt fucking 420 met Razor Leaf. Dat is waar, maar like, nee, dat is waar. Ah, Team Galactic kwam erin. Ze bestaan nog steeds, Ennis. Ja, ze bestaan nog steeds. Onder de indruk. Hey, zie, ik kan me niet veel lave plekken herinneren in Pokémon spellen. Er is gewoon niet veel lava in Pokémon. Deze mensen vragen ons af waar de fuck like Cyrus is. Er is deze ene Pokémon hack waar je lava gebieden hebt, die moet lava surfen gebruiken. Ja, ik weet, ik heb die gespeeld. Waar je lava surfen kan doen. Ja, je gaat voor die zware dans setup, oh shit. Ah, shit! Oh, fuck! Heb ik verloren. Fucking confuser, hè? Ja, ik heb dit verloren. Heb je geen berry of zo? Nope. Of course. En onthou, wanneer je confused bent, gebruik het je eigen attack stat tegen jou. Oh, nee, jij bent dood, Dennis. Fucking confused. Kijk, Confuse Ray is ook een van die avonden dat onhoofd is wanneer jij het gebruikt, wanneer je alles gebruikt bij je tijd. I know. Hij is ook een super cool uit, though. Yeah. Volgens mij veranderde zelfs zijn animatie, like, een generatie, like... Nee, niet deze generatie in Hardcore, het is Soul Silver. Tenminste, ik herinner hem wat anders in Hardcore en Soul Silver. Waarom ging je eigenlijk niet voor hand doen met Flamethrower? Want ze zit niet in mijn team. Oh. Weet je nog? HM's zijn nog steeds nodig en Oudum heeft geen enkel HM. Ja, dat is eigenlijk. Maar gelukkig heb ik tried it met like staal type en alles. Deze Bronzor gaat me niet vermoorden. Als je alleen maar nog een pakket kon scoren. I know, right. Of als die lightscreen weg kan gaan. Want uiteindelijk, like, Trident is toch steeds sneller dan Bronzor en zo. Ja. Als de lightscreen weg is, kun je gewoon makkelijker surf doen of ja, surf. Zou ik hem gewoon kunnen vermoorden. Wat doet het team Galactic hier anyway? Sharon, de professor met die paarse haar.
is gewoon naar de Stark Mountain gekomen om like, de Magma Stone te stelen. Voor geldredenen. Wauw, dat is shallow. Deze team is gezakt naar de wereld vernietigen en een nieuwe te maken naar geld. Zo'n beetje. Fucking crits. Oh, je bent fucked, Dennis. Er zijn geen guards op. Oh, ik leg het tegen. Ja. Sowieso voor de lightscreen eerst. Ik ben er zeker van. Nee, hij gaat voor Q's weg. Motherfucker! Ik wist dat ik voor Q's weg ging. Waarom deed je dat, Dennis? Nou, de laatste keer toen ik ging voor Zend en Tsuko, ging hij eerst voor de lightscreen. Nee, dat ging je niet. Dan ging ik eerst voor de Confuse Ray. Daarna ging ik voor de Light Screen. Hij ging eerst voor de Night Screen en dan pas voor de Confuse Ray. Nee, hij ging voor de Confuse Ray. En toen misschien moet je gaan terugkijken naar het begin van dat gevecht waar hij eerst Light Screen deed en dan Confuse Ray. Alright. Nee, hij deed Confuse Ray eerst. Nee, hij deed Light Screen eerst en dan Confuse Ray. Ik zit terug te kijken en hij deed fucking Confuse Ray eerst en daarna Light Screen. Ik ga weg. Doe het niet op pauze, ik ga ook opnieuw kijken. Ik weet het, ik zweer het je. Hij doet... Maar ja, op dit punt is het zoeken al andere Pokémon aan het verneuken. Wat een fucking crit is, ik zweer het je. Waarom deed je twee keer zwoord, Stan Sennis? Want ik dacht dat ik ermee van door kon, dat ik ermee weg kon gaan. Ik had niet weten dat ik Confuse Ray had. Kijk naar jou, je bent fucking dood aan het gaan. Welkom kun je vermoorden met Close Combat, maar nee. Hoeveel Swords Dancers heb je nu op? 1? 1. En ik werd toen like, tussen Berkeley deed Shadow Claw en toen wilde ik aanvallen en deed de Confusion weer zijn werk. Ah. We zullen uit de Confuser moeten zijn, om eerlijk te zijn. Nee, sneller, fuck you, Ennis. Wel, hij kreeg dus maar één optie over. Nog één optie over. Nuke, alles. Life or outrage, touch. Wel, alles is nu al dood. Nou, right. Het is wel door midden gebroken op dit punt. Ja. Yeah. Nou, alleen als ik nou maar eens een aardbeving had. Wel, dit is close enough voor nu. Wat weet je? Wil je op de derde niet? Ja. We hebben jullie allemaal overslagen. Wat denken jullie nog te kunnen doen? Alright. Weet je, de professor gaat ook niet doorlopen of zoiets. Hij zit gewoon naar ons te kijken. Ben ik niet. It's like, yes, yes, do my bidding, my girls. Show them who your daddy is. Volgens mij is deze bron zo gefocust op op fysieke verdediging, zo het gaat voor die reflect. En Confused Race natuurlijk, want fuck me, right? Ja. Wat dacht je voor een full life orb team, man? Dus... Yeah, that's suicide, maar het is een geweldig idee. Life Orb boosted explosion. Er zijn een scan Pokémon die explosion kan en zijn aanval kan verhogen. Nee, eigenlijk niet. Nou, nu ben ik geïnteresseerd. Zo, so, gewoon explosion en dan gewoon elk vorm van like move booster, toch? Yeah. Attack booster. Ja. Yeah. We beginnen met Sword Dance. We hebben Executor, Mew, Shiftry, Ferrothorn, Landorius, Gevelly. We hebben er wel een paar Pokémon die dat kunnen doen, Jesse. Wacht, Landorius komt explosion. Landorius kan explosion en sword dance. Oh, well, ik weet wat ik ga doen.
Shift-3 kan dat ook, by the way, als je iets voor iets anders wilt gaan, maar ja. Alright, ik heb een idee, Ennis. Lifeform met zware dans en explosie. Dat is gewoon om zeker te weten dat iemand doodgaat. Is een Dragon Dancer, Meditator. Dat is geen Meditator, welke andere hadden we nog meer? Boonclaw. Oh. Cell Smash. Oh, we hebben ook nog eens like Cloyster en Margarco, Torkoal en Tortonator. Kan ook nog eens like Explosion en Cell Smash. Maar Lender, normale Lenders, is nog steeds Uber? Ja. Ugh. I guess the Life Orb plus Sheer Force combo is nog steeds te sterk voor deze mensen. Voor deze mietjes. I know, right? Heb je als Sentinel Stukken nog zwaarder dan gebruikt? Ja. Oh, we hebben Jupiter verslagen. Waar is Venus? Venus? Als hij... Hij gaf al langer op. Oké, okay, that's it for me. I'm going. Maar dat is call it to go. Zo ja, deze twee meiden gaan nu weg naar like, de Distortion World. Op zoek naar... Hebben ze geen leven? En ze zeggen van... Hey, oude man, Sharon. Doe jij wat de fuck je maar wilt. Wij zijn klaar met deze shit. Ja. Ja, op zoek naar Cyrus. Op zoek naar Distortion World, of waar de fuck het is. Immature overthinking before he goes to the kill of the 17 and not many Distortion Zone creations. Do you think we should have actually shit circle to be so? Ennis! Ga te snel! I prefer to remain firmly in reality of money paramount. This is not doing nothing with you at all. A lot of different rules of Megastone and it's all for money. Money! Zo ja, deze... Zij deze man zegt van, ik heb de shit gezien dat jij het doet. Ik ga niet meer like, met jou vechten. Ik ga gewoon op zoek naar die magma stone en geld maken. Oké, ik ga je vermoorden dan voordat hij dat doet. Oh no. Ik weet dat mijn moeder thuis is nu. Oh. Ik kan geen hentai constant kijken meer. Oh. En dat is wat echt belangrijk is, constant naar hem te ja, werken. Ja, fuck you, Ennis. Alsof je niks beters doet dan hem op dit moment in je leven. People watch Netflix for dozens of hours a week, but video games are a real problem. Ja, maar you know what, fuck it. Je hebt een goed punt, dus geen probleem als je dat doet. Zo ja. Waarom gaan we niet films bannen? Netflix? Wat dacht je van voetbal? Oh. Mensen worden er geweldig van. Wat gaan we doen? Nee, het is eigenlijk een argument waarbij mensen like gewelddadig worden als ze steeds videogames spelen, maar het is ook fucking dom. Waarom gaan we niet films bannen? Waarom gaan we niet Dat is leuk, juist. Probeer ze vroeger te doen, weet je, voor dezelfde redenen.